Hallo moestuinliefhebbers, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering. En we gaan de aardappels aanaarden vandaag, want die beginnen al te groeien. Er komen al wat groeipunten aan die omhoog willen, de grond uit. En dan is het tijd om er een hoopje zand op te maken, een rug te maken, zodat ze beter knollen kunnen maken, meer knollen. En meer bovenin groeien. Dat is straks ook weer makkelijker met rooien. Ik zal er eentje gaan opzoeken, een aardappel, om jullie de groei spruiten, de uitlopers te laten zien. Ik sta nu in het rijtje waar ik de aardappels gepoot gehad heb, dus ik ga even voorzichtig kijken waar de aardappel precies zit, zodat ik hem, kijk, hier komt hij aan, zodat ik niks afbreek van de uitloper. Kijk, zie je, dat is een hele mooie groeipunt. Dus die komen er al aan bij de aardappels. En dan is het tijd om een rug te maken. Om ze aan te aarden. Dus dat gaan we nu even doen. En dan doen we dat met de schop. Ja, en dat doen we dus gewoon handmatig met de schop. En dan langs de rijen op waar de piepers staan. En dan steek ik schop in de grond. En dan draaien we een laagje zand op de aardappels. En dan van de andere kant ook van de rij, zodat er ongeveer 2 scheppen zand op de rij aardappels ligt wat we gepoot hebben. En dan wordt het ongeveer, wat zal het zijn, 5 centimeter hoog de rug en ook iets breder, zodat ze goed kunnen groeien. Ik heb assistentie van mijn man, die is de rug aan het maken, dus dat laat ik even zien hoe hij dat doet. Kijk, en hetzelfde aan de andere kant. Schop zand erop. Je ziet hier nog wat mest liggen. Stro wat naar boven komt met spitten, want het niet helemaal verteerd is. Kijk, en dan krijg je maar ondiep bewerken. Dan kun je dat natuurlijk weer een beetje tegenkomen. Maar uiteindelijk verteert het allemaal. En hebben de aardappels daar ook weer plezier van. En dan is dit het eindresultaat. Kijk, en dat zijn er 2 gedaan. En nog 4 te gaan. Kijk, en de ruggen liggen er mooi strak bij. De zijkant nog even met de spade aangeslagen. Zodat ze een mooie strakke rug zijn. Is. En dan kunnen de aardappels maar mooi groeien. Ik had Frieslanders, heb ik hier staan. Dat is een vroeg ras. Nu heb ik van de week ook nog mijn rode aardappels binnengekregen. Mijn roodpootgoed. Die moeten nog kiemen. Ja, die hebben straks, als het goed is, een rode schil. En die zijn geel van binnen. Ja, meer geel als een Frieslander. Een beetje geel vruchtvlees. Maar die liggen hier dus nog, want die heb ik dus van de week binnengekregen. Maar die moeten nog wat kiempjes ontwikkelen. En dan kan ik die ook nog poten. En dit is een middenvroeg ras. Maar dat had ik ook net al gezegd. En ik heb het ras, daar ga ik even spieken. Hoe ze ook alweer heten. Red Juno. Nou, maar dat is in een rijtje. Dus dat is niet zoveel. Maar het is ook meer om te proberen.
Maar dan moet ik dus inderdaad nog even wachten tot er een fatsoenlijk kiem op zit. En dan kunnen ze ook de grond in. Nu ik hier toch sta in de kaas, wil ik jullie even laten zien wat er al uitkomt van wat we 2 weken, 2,5 week geleden gezaaid hebben. Kijk, de oranje soeppompoen begint te komen, hier nog niet. De flespompoen, daar zie ik nog helemaal niks. En de meloen, de Guantaloupe meloen, die begint ook al te komen. En hier de wintermeloen nog niet. Mijn bietjes, die komen er wel aan, de rode bietjes, een paar. En ja, mijn tomaat. Weet je nog dat ik die van een tomaat doorgesneden heb? En een schijfje tomaat hier zo in de grond heb gelegd. En waar rempel, de zaadjes die komen toch uit. Ze staan natuurlijk nu wel dicht op elkaar, omdat ze ook dicht op elkaar in het schijfje tomaat zit. Had ik ze misschien los moeten halen en iets verder uit elkaar moeten doen. Maar dat is dan weer voor een andere keer. Maar ik ben blij dat het experiment gelukt is en dat er dus tomatenplantjes uitkomen. Zomaar uit een verse tomaat. En hier komt er ook nog eentje aan, dus dat is helemaal mooi. Dan heb ik toch nog snacktomaatjes. Ja, ze zijn er natuurlijk nog niet, de tomaatjes. Ze moeten nog iets groter groeien. En ik hoop dat het allemaal voorspoedig gaat. En dat ik dan toch een mooie plant heb. En dat er dan daadwerkelijk ook nog vruchten aankomen natuurlijk. Hè? Want voor hetzelfde geld heb ik dadelijk een plant, maar zonder de vruchten. Maar goed, het begin is gemaakt en dat is natuurlijk wel fijn. Nu ben ik hier in de buurt bij een tuinder geweest en daar heb ik een paar planten gehaald. Dat kun je natuurlijk ook doen. Je hoeft niet altijd alles zelf voor te zaaien. Je kunt ook natuurlijk al planten voorgezaaid kopen. Is misschien ook makkelijker, ik weet het niet. Misschien ook minder leuk om te zien dat er al uit een zaadje een plantje komt. Maar het is zeker makkelijker en soms heb je gewoon aan een zakje zaad, zit er gewoon zoveel zaadjes in en je wilt niet dat ze overjarig worden en dan heb je soms wel heel veel zaad en dan is het ooit ook fijner of makkelijker om kant-en-klare plantjes te kopen. Ja, en het maakt uiteindelijk ook niet uit, hè? En met een plantje zie je ook meteen wat je natuurlijk alweer hebt. En welke had ik ook alweer gekocht? Ik heb andijvie heb ik gekocht. Ik zal ze eigenlijk even laten zien. Kijk, ik heb een paar plantjes andijvie gekocht. En 4. Ja, willen ze andijvie? Maar de meeste hier zijn er niet zo'n heel erg liefhebber van. Dus af en toe een keer, dat vinden ze wel lekker. Dus daarom heb ik ook een paar plantjes en niet een hele zakje met zaad, want dat vind ik dan jammer, want zoveel andijvie eten we dan niet. En ik heb hier een koolplantje, een savoiekool en broccoli heb ik hier. Kijk, en het komt allemaal in zo'n blokje, zit het dan. Daar is het in voren gekweekt en dan zit er ook nog... voedingsstoffen zie je dan vaak ook nog zitten hier. Een beetje zandachtig kijkt dat hier tussenin. Kijk, zie je? Dat zitten voedingsstoffen. Ja, hier ligt nog wat in het doosje. Misschien zie je het dan beter. Kijk. Hier. Het zijn nog voedingsstoffen die er dan bij zitten. Bij zo'n blokje dat zo'n plantje het goed doet. En ik had dus ook een peterselie en selderij. Had ik ook 2 gekocht. En die heb ik even hier in een potje gezet. Zodat ze wat meer wortel kunnen maken. En dan zet ik ze in de tuin. Denk ik, want ik wist nog niet precies waar ik ze neer zal zetten. Of dat ik ze dichter bij de keuken neer ga zetten. Of toch... in de kruidentuin. Dus daar ben ik nog niet over uit. Maar tot die tijd kunnen ze natuurlijk meer wortels gaan maken. En nog een mooie plant vormen. Voordat ik ze uit ga planten. Maar nu ga ik dus deze even wel uitplanten in de tuin. En ja. Dat gaan we even doen.
Ik had ze vanuit het doosje op zo'n schaaltje gezet en water erop gedaan. Zodat ze zich al goed vol kunnen zuigen met water voordat ik ze de grond in doe. Dan hebben ze natuurlijk al meteen een goede start. Buiten dat ze zo'n droog kluitje hebben. Dan kunnen ze al meteen gaan groeien nu. Dus op naar de moestuin. Ik sta hier bij mijn vak waar de kool in gaat. En ik heb een klein schepje meegenomen. Kijk, dat is handig. Ik heb niet zo'n hele grote schop nodig nu. Want het zijn maar kleine plantjes. Dus daar kan ik hier een voldoende groot gaatje mee maken waar ze in kunnen, de plantjes. Dus dat ga ik even doen. Ik ga ze hier even op een rijtje zetten. De broccoli en de safojekool. Dus ja, aan de slag maar weer. Gaatje graven, zodat hij inpast. En dan zet ik hem altijd goed diep. Ja, niet tot hier in de grond. Maar ik zet hem echt tot hier zo. De hele steel in de grond. Zo ver mogelijk. Ik doe dat blad een beetje omhoog. En dan kan hij hier, opzij, kan hij dan ook nog wortels gaan maken. En de plant staat veel steviger als je hem gewoon wat dieper in de grond zet. Dus dat doe ik dus. Ik heb mijn gieter erbij gepakt en dan ga ik nog even water geven, want dat kunnen ze ook wel gebruiken nu het zonnetje zo lekker schijnt. En anders zeker ook, want iets wat je opnieuw aanplant, opnieuw of pas gaat planten, dat heeft altijd een watergift nodig om goed aan te kunnen slaan. Dus dat ga ik even doen. Kijk, en dan staat hier de kool en de broccoli. En hier hebben we de spinazie, daarlangs de sla. En dan heb ik hier de andijvie geplant. En die heb ik op dezelfde manier geplant als de kool. Nou, die klusjes zijn weer geklaard. Nu ga ik nog even de kas in en dan ga ik daar nog even mijn aubergines even verplanten. Want die zijn allemaal uitgekomen en al best een leuk plantje geworden. Ongeveer zo groot, denk ik. Een 4-5 blaadjes, dacht ik, uit mijn hoofd. Maar we gaan het zo even bekijken. En dan, ik heb ze meerdere in één potje gezet. Dus die ga ik nu even dus verplanten in een ander potje. Dat iedere aubergine zijn eigen potje heeft. Dus op naar de kas. Ja, daar zijn we dan in de kas. En zoals ik al zei, heeft de aubergine een blad of 4-5. Ja, het is een beetje wisselend. Kijk, sommige hebben er 5, andere 4. Andere 3, maar het zijn al best wel leuke plantjes aan het worden. En dan zitten ze met z'n vieren in een bakje, dat is misschien te veel. Is misschien handiger als ze dan in een eigen potje zitten. Dan kunnen ze ook beter wortels maken en dan hebben ze geen last van elkaar. En dan kunnen ze uitgroeien tot een betere plant. Dus ik ga deze even verplanten, zodat ze ieder een eigen potje hebben. Moet je natuurlijk wel heel voorzichtig uit elkaar halen, want dat je de wortels niet zoveel beschadigt. Maar dat spreekt natuurlijk voor zich. Ik heb wat potjes gevuld met wat aarde erin. Wat potgrond. Dan pakken we het plantje erbij. Dan ga ik hem even voorzichtig uit elkaar halen, de plantjes. Even op zijn kop.
Kijk, je ziet al wat wortels allemaal. En het is heel teer. Het valt eigenlijk bijna uit elkaar. Dus het zijn allemaal nog van die hele dunne kleine worteltjes. Heel stevig is het allemaal nog niet. Kijk, je ziet het dat het heel makkelijk uit elkaar gaat. Dan pak ik een potje erbij. Doe er even een kuiltje in. Dan doe ik het voorzichtig erin zetten. En dan druk ik het wel aan. Zodat het goed contact maakt met het zand. Dus voor de worteltjes makkelijker om vocht op te nemen. Dat geldt ook voor buiten. In de tuin, net met de koolplanten met aanplanten, dat geldt eigenlijk voor alles. Wel even dan de kluit even goed aandrukken dat het goed contact maakt. Dat is altijd belangrijk. Kijk, en ik doe bij de aubergine ook weer zo ver mogelijk rond de steel het zand. Zodat het een stevige plant gaat worden. Deze even aan de kant. De volgende pot. Heel voorzichtig uit elkaar halen. Nou, het gaat bijna vanzelf. Ik hoef niks te schuren of te trekken. Soms is dat ook als ze wat meer wortels hebben. Of grotere wortels. Dikkere wortels. Voorzichtig er weer in. Even aandrukken. Nog een beetje potgrond erbij. Kijk. Kijk, het valt bijna vanzelf uit elkaar, hè? Ik hoef er eigenlijk niks voor te doen. Een gaatje. De blaadjes omhoog dat er geen zand op komt. Nou, potje verder aanvullen met zand. Rond de steel. Nog weer even aandrukken. Kijk, helemaal mooi. Dan gaan we er nog eentje. Een laatste uit het potje. Nou, dit zand kan ik ook nog wel gebruiken, wat er langs ligt. Hopsakee. Kijk, helemaal mooi. En dan hebben we opeens vier potjes met plantjes. In plaats van één potje met vier plantjes. En zo ga ik de andere, ik heb er nog meer, die ga ik ook op dezelfde manier even doen. Oh, kijk eens, hoe bijzonder is dat? In de kas, in de potgrond, een regenworm. Oh, hij gaat weg. Hij gaat verder de grond in. Ik weet niet of jullie het gezien hebben. Kijken of ik hem zo nog de plantjes uit elkaar haal. Of dat hij tevoorschijn komt. Ik vind het toch wel heel bijzonder dat ik er een regenworm in zie. Waar is die nu gebleven? Of had ik het niet goed gezien? Ik dacht toch echt de regenworm te zien. Om me nou vallen heel mijn plantjes uit elkaar. Al het zand van de worteltjes. Nou, heb ik het dan helemaal niet goed gezien. Het was ook niet zo'n grote. Ik dacht toch zeker dat ik een regenworm zag. Ja, misschien dan toch niet goed gezien. Of hij zit hier nog ergens in een kluit. Dat kan natuurlijk ook. Maar ik wil ook niet te veel wortels beschadigen wat ik nu dus al aan het doen ben.
Jawel, dus wel. Hier is die. Ik hoop dat jullie hem zien. Had ik het toch goed gezien. Dan heb ik alleen alle wortels uit elkaar leggen. Weinig zand erop, maar goed. Nou, dat vind ik toch wel bijzonder. Dan een regenworm in de potgrond zit. Ik ga hem even buiten neerzetten. Zo, dan kan hij daar verder kruipen. En dan ga ik nu deze plantjes weer in het potje doen. Hoop ik alleen dat het goed komt. Nu het zo ver uit elkaar is gevallen met het zand en de worteltjes. Maar waarschijnlijk komt het wel allemaal goed. Zo, het is weer klaar. Alle aubergines heb ik uitgeplant. Het zijn er meer geworden dan dat ik dacht, want ik heb het even geteld. Het zijn er 35 potjes geworden, dus dat is bijzonder veel. Zoveel planten als die echt daadwerkelijk heel goed gaan groeien en vol mijn aubergines komen te hangen. Ik denk dat we er dan een beetje te veel hebben. Maar goed, ik kan nog altijd wat planten weggeven. En ik weet eigenlijk niet of je aubergines ook kunt invriezen of op een andere manier kunt inmaken. Dat moet ik nog eens even gaan bekijken. Want dan kan ik dat natuurlijk ook doen, want nu eten we ze eigenlijk altijd vers. Maar dat is misschien ook nog een idee, maar dat is dan weer voor later. Maar op dit moment heb ik dus 35 plantjes. Ja, en ze zeggen altijd dat je ze moet uitzoeken. De beste en de grootste en de mooiste laten staan en de kleintjes wegdoen. Maar ja, ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik vind dat altijd moeilijk. Ik krijg dat niet zo goed, ik kan dat niet goed over mijn hart verkrijgen. Ik denk dat plantje heeft ook recht om te bestaan. Heeft ook zijn best gedaan om van een zaadje tot een plantje te komen. En dan te zeggen van, ja, weet je, hè, je bent nog niet zo goed gegroeid of nog niet zo hard gegroeid. Om hem dan weg te doen en de andere over te houden. Maar ja, het heeft wel als gevolg dat ik dus nu eigenlijk wel veel te veel planten heb. Maar we zijn er nog niet. Voor hetzelfde geld groeien er dadelijk de planten toch niet allemaal even goed uit. En heb ik er dadelijk toch nog minder over. Dus ik ga ze gewoon allemaal houden. En als het er 35 blijven, dan zien we maar weer. Maar ze staan dus allemaal in een bakje. Hier achter mij. Zoals je kunt zien. Heb ik ze allemaal uitgeplant. En in totaal dus 35 stuks. En dan kunnen die weer zelf voor wortels gaan zorgen in haar eigen bakje. En dan een mooi wortelgestel maken, zodat ik er straks ook weer over kan planten in een groter pot. Of ik zet ze buiten. Niet of, dat doe ik zeker. Heb ik vorig jaar ook gedaan. Maar toen viel de oogst buiten een beetje tegen. Maar niet getreurd, we beginnen gewoon weer opnieuw. Want het is weer een nieuw seizoen. Ja, het is heel warm hier in de kas, dat wilde ik eigenlijk nog vertellen. En, maar ja, dat zullen jullie ook wel begrijpen. Hè? Onder het glas, in de zon en dan zonder wind. Buiten waait het tenminste nog een beetje. En de temperatuur is hier weer lekker. Want volgens mij, als ik het goed zie, een 35 graden. Ja, nou een 38 graden. En ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik heb er dorst van gekregen. En dat gaan we dus eens doen, een bakje koffie drinken en lekker in het zonnetje even, ervan genieten. Hè? Want voor je het weet is die weer weg. Dus wil ik jullie bedanken voor het kijken en graag tot de volgende keer. De groenten!